Hallo mensen, welkom bij deze belangrijke mededeling over Minecraft. Minecraft heeft namelijk iets aangepast, een heel nieuw systeem, waarmee je je username kunt veranderen. Hierdoor zullen ook onze plugins van Disneycraft moeten geüpdate worden. Maar tot deze tijd adviseren we je om niet je Minecraft naam te veranderen. Het kan wel met hoofdletter of kleine letters, dat zou geen probleem zijn. Dus ik heet bijvoorbeeld DaVinciStyle als mijn username en dat kan ik veranderen, want hij was kleine letters, heb ik de D in hoofdletter gemaakt. Dan behoud ik dus mijn rank, coins en mijn level. Nou, ik heb natuurlijk een level 10 waarschijnlijk, net als jullie, of misschien hebben jullie een lager level. Maar als je je naam verandert van bijvoorbeeld, ik noem iemand Kasteelvuur in Richard, dan zal je dus alles kwijt zijn in de server. Maar het fijn is dat je na 30 dagen je Minecraft naam kan aanpassen. Dus dat is fijn, dus dan kan je je oude Minecraft naam zoals Kasteelvuur weer terugclaimen. Maar dat kan allemaal via mojang.com. Dus we adviseren jou om gewoon niet je Minecraft naam te wijzigen. En dat jij gewoon je vertrouwde eigen naam behoudt in onze server. Ja, eigenlijk totdat wij klaar zijn met updaten, want het komt er eigenlijk op neer. Bij ons is het in feite nog niet klaar voor op het nieuwe systeem van Mojang. En als wij daar wel klaar voor zijn, Robin gaat er nu heel hard mee bezig. Om dat voor elkaar te maken, al onze plugins. En tegen die tijd, als het allemaal klaar is, dan kunnen jullie in feite dan gewoon names gaan veranderen. Ja. Als jullie dat willen. Dus een grote excuus. Dus er zijn al wat mailtjes binnengekomen dat mensen hun rang kwijt zijn en ook hun coins. Maar dat heeft er dus mee te maken dat als je je Minecraft naam aanpast, dat onze server jou niet kan herkennen. En daardoor jou ziet als een nieuw account die de server inkomt. Waardoor je dus eigenlijk alles kwijt bent. Het is een niet echt leuk systeem. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen bij ons in de server. Dus wat we van jullie vragen is, verander niet je naam van Minecraft. En op die manier verlies je dus geen punten die je hiervoor hebt verzameld. Dat zou zonde zijn, want er zullen uren werk in zitten. Als je zegt van nou, het interesseert me niet, ik wil gewoon als een nieuw account in de server. Dan kan dat natuurlijk ook en dan kan je zonder problemen je rank aanpassen. Zo, dus deze update was nodig om jullie te helpen in onze Minecraft server. Als er nog problemen zijn, kan je altijd even mailen naar vincentbauritjes@gmail.com voor verder vragen. Of als je VIP bent en je wilt dus je naam veranderen, dan kan dat natuurlijk wel. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze informatieve video. Dus als je nog vragen hebt, kan je het ook in de comments plaatsen. We zitten gewoon met een probleem en ik hoop dat we het op deze manier kunnen oplossen. En mocht je dit nog even willen nakijken, kan je op onze website www.disneycraft.nl. En daar staat nog een klein regeltje met uitleg. Of je komt onze server binnen en je ziet het gelijk op allemaal signs staan als je binnenkomt. Gelijk gewoon pal recht voor je staat het. Je loopt gewoon met je neus tegenaan als je het niet ziet. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei doei!